Leerlingen van het Elde College vormden woensdag een jeugdgemeenteraad. Ze maakten voorstellen en verdedigden die in de raadzaal van Meijerijstad. Een van de voorstellen die werd aangenomen was om met fruitbomen een scheiding te maken op het plein in Wijbos. Dat is het speelplein van de school en er rijden auto's overheen. Wat kunnen die bomen doen? Dat de auto's niet meer op het schoolplein zelf kunnen rijden. Dat de scholieren van de basisschool gewoon weer het schoolplein kunnen gebruiken. Want op het moment ontslaat ook in het jeugdjournaal. Kunnen ze het grote schoolplein niet meer gebruiken en hebben ze heel veel kinderen op een heel klein schoolplein. Ja, nou waren er ook mensen hier in de fracties die zeiden van ja, maar bomen die helpen niks. Waarom zou dat moeten helpen dan? Ja, omdat tussen de bomen komen ook nog hekjes te staan, zodat de bal er ook niet tussendoor kan rollen, zeg maar. En de bomen zorgen ervoor dat auto's niet meer tussendoor passen eigenlijk. En waarom fruitbomen? Zodat de kinderen ook nog een appeltje of een peertje tussen de pauze door kunnen eten. Dus dat gaat er van komen? Ja, als het doorgaat allemaal, hoop ik van wel. Niet iedereen vond het een goed plan. Nee, klopt, want ik zie het nut er gewoon niet van in. Kinderen die zijn zelf gewoon, ja, die zijn zelf niet verstandelijk. Die kunnen dat niet weten van dat ze niet naar de straat kunnen lopen. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin. En die kinderen die staan dan bij die bomen, die auto's die zien dan niet. Die kinderen die steken over en dan komen er nog meer ongelukken. Uiteindelijk kwam er ook steun voor het veiliger maken voor fietsers van het plein 1944 in Schijndel. En er gaat vanuit de jeugdgemeenteraad van Meijerijstad een verzoek naar de Tweede Kamer om helmen voor gebruikers van elektrische fietsen verplicht te stellen.